Ik ben Roderick Gores, 29 jaar en chefkok bij restaurant De Deurtje. Ik ben fan van vis en schaal- en schelpdieren. Mooie stukken vlees ben ik ook, vind ik ook altijd mooi, maar vooral vis en schaal- en schelpdieren. Ik heb ook altijd eigenlijk wel kokkie op de kaart, eigenlijk ook wel altijd iets met leven. Het moet gewoon heel smaakvol zijn. Ik vind ook dat het belangrijk dat de gerechten er mooi uitzien en dat wij er ook plezier uithalen uiteindelijk aan het eind van de avond. Mijn sterkste punt is mijn creativiteit en dat zie je terug in mijn smaakcombinaties. Onderaan begonnen in de brasserie. Niet weten wat een oester was, wat een kreeft is. Heel klassiek geschoold in de Larive keuken onder Edwin Katz. Daarna ben ik naar Ron Blauw gegaan, die op dat moment 2 sterren had in Oudekerk aan de Amstel. Vervolgens ben ik naar de Nederlander gegaan. Toen ben ik in Amersfoort gaan werken bij het Bergpaviljoen. Ja, na de gastrobouw ben ik hier als chef begonnen. Het gerecht van oester en asperge heb ik als volgt gemaakt. We beginnen met de spaghetti van witte asperges. De witte asperges doen we schillen en dan snijden we hem in drieën. En dan raspen we hem op een mandolien. We laten hem rauw, maar we marineren hem in azijn van ossenstaart. De gewekte duindoornbesjes die zijn vrij zuur van smaak. Om dat een beetje te neutraliseren gebruiken we suikerwater. En daaraan toevoegen we nog wat sterrenijs en wat gebrand anijszaad. De langzaam gegaarde lardo di colonnato, dat is een vetspek. Dat wordt gemarineerd in diverse kruiden. Wij serveren het in dobbelsteentjes, in kleine blokjes. Dan is het net iets te hard, dus dan moeten we het van tevoren gaan garen. Dat duurt 5 uur en dat doen we op 50 graden. De panna cotta van asperges en nootmuskaat in de vorm van schelpjes. We hebben een mal gemaakt van schelpjes en siliconen. Ja, dat koken we tot ze gaar zijn, dan zeven we hem, of dan draaien we hem door en dan zeven we hem. En dan maken we hem op smaak met de rasp van nootmuskaat. En vervolgens verwarmen we hem met jota en die storten we daarna in de mal die we hebben gemaakt van de schelpjes. En dan laten we vervolgens afkoelen en dan kan je hem eruit halen en dan kan je hem serveren. De parels van Zeeuwse platte oesters. We maken een mousse van de oesters. Wat room voor nodig, wat melk voor nodig, wat champagne. De Zeeuwse platte oesters, wat ras van bergamot en gelatine. Dus de mousse die spuiten we in die mal en dan vriezen we de mal aan. Die kunnen we daarna de mal openmaken. En dan vervolgens doen we daar tandenstokertjes in. En dan gaan we hem doorhalen door een gelei. De gelei van parelmoer en champagne. Dat gebruiken we voor champagne en appelsap. De appelsap heeft een beetje de frisse smaak en de champagne heeft altijd een beetje een bittertje. En dat proberen we daarmee te neutraliseren. Het zijn eigenlijk 3 dromen die ik heb. De rest van mijn leven, zolang het kan, blijven koken. Graag zou ik ook nog een kookboek willen maken. En mijn laatste droom is eigenlijk toch nog wel ooit een eigen zaak te kunnen openen.